Kind zijn van een schoolmeester en een schooljuf heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik leerde op een vierde al lezen en schrijven. Want mijn ouders onderkenden de neiging bij mij. En die hebben er actief op ingegrepen, zoals dat heet. Ik stam trouwens niet uit een schoolmeestersgezin, maar uit twee enorme schoolmeestersdynastieën. Ik heb bijvoorbeeld de tweede klas lagere school in de klas van mijn oma gezeten. En later nog een paar keer, een paar weken bij mijn moeder. was geen probleem voor mij. Op school was het juf en daarbuiten was het mama en oma. Mijn jongste oom heeft het minder getroffen. Die heeft alle zes zijn lagere schooljaren bij familie gezeten: zijn vader, zijn moeder, zijn zus en nog wat aangetrouwd materiaal. Echt een pedagogisch incestslachtoffer dus. Maar goed, het is goed met hem afgelopen. Nou, ik zou dus nooit het onderwijs ingaan. Hè? Ik weet dat ik nog een keer voor een volle zaal stond als cabaretier. En die zaal hield niet op met lachen. En toen zei ik: Ja, jongens, maakt mij niet uit hoor. Het gaat allemaal van je eigen tijd af. Nou, echt een schoolfrikke opmerking, dus. Maar de zaal kon het wel waarderen. Later ben ik toch les gaan geven, workshops comedy acteren voor theateropleidingen en ook voor amateurs. En ja, er zit schoolmeesters DNA in. Het lukt. En het is nog leuk ook.